Het hele gedoe, hè, vrienden, rond die promessen, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, jullie weten het toch wel, het hele verhaal. Hij had eventjes een neef gewoon zo hup in de been gestoken. Ja, en dan moest hij al vastzitten. En de politie, die ging, het Openbaar Ministerie, die ging er werk van maken. En hij was verdachte en noem het allemaal maar op. Nou. En hij speelde toen bij Ajax. En Ajax, die voelde al een beetje aan zijn water. Van, oh god, dan gaat hij goed natuurlijk. En John van de Heuvel, daar gaat het om. John van de Heuvel, en die weet al dat soort dingen. Die zei toen al, het is waarschijnlijk erger dan iedereen. Er is heel veel bewijs tegen hem. En het is waarschijnlijk nog erger dan iedereen denkt. Dus die waarschuwde al, John van de Heuvel. Ja. En Ajax, die waren zo slim, die luisterden daarnaar en die dachten, ja ho, weg met die promes. Dus die moesten afgevoerd. Maar nee, zei de KNVB. Nee, zei de KNVB. De KNVB zei, oh nee. En ook Frank de Boer, maar ja goed, Frank de Boer, daar hebben we al het nodige over gezegd. En dat was natuurlijk weer zo'n beslissing van, heb ik jou daar? En die zei van, we gaan die promes, die gaan we gewoon bij het Nederlands elftal halen. Nou. En maar het allerergste is, de opdrachtgever, de KNVB, die is de baas over dat Nederlands elftal. Die hadden toen al moeten ingrijpen. Ja, die hadden toen tegen Frank de Boer moeten zeggen, hey, luister eens even, die gozer is verdacht van een steekpartij, dat gaan we dus even niet doen. Maar nee hoor, toch doorzetten. En wat zien we nu? Ja, met wat we nu aan informatie krijgen, het is inderdaad nog veel erger. Want hij zit dus waarschijnlijk in drugs of weet ik veel, in misdadige organisaties, noem het allemaal maar op. De ene ellende naar de andere komt op ons af. En dan ook nog eens een keer, daarbovenop, hebben ze een bekentenis via een getapte telefoon. Ja, waarin hij gewoon toegeeft, ja, ik wilde hem eigenlijk gewoon vermoorden. En nou moet hij ook nog eens een keer voor de rechtbank verschijnen, voor moord. En zo'n speler zetten we dan in het Nederlands elftal. Vrienden, luister eens goed. Er zijn maar een paar dingen in Nederland. Dat zijn onze uithangborden. Onze nationale uithangborden. Dat is bijvoorbeeld de Nachtwacht van Rembrandt. Dat is een nationaal uithangbord. Johan Cruijff. Dat is een nationaal uithangbord. We hebben er niet zoveel. En dan hebben we er nog eentje. En dat is het Nederlands elftal. Ja, dat is ons nationale visitekaartje. Dat is onze nationale trots. Daarmee kunnen wij ons onderscheiden in het buitenland. Nou, en wat doen we dan met onze nationale trots? Met ons uithangbord Nederlands elftal. Wat doen we daarmee? Daar zetten we gewoon een crimineel in. Nou, vrienden. Het is toch werkelijk te gek voor woorden dat de KNVB, maar het is ook zo'n slecht georganiseerde organisatie, die blunderen altijd. En dat hebben ze nu in dit geval ook weer gedaan. En die hadden al lang heel erg sorry moeten zeggen. Maar dat doen ze niet. En daarom moeten we dat koninklijk van de KNVB, dat halen we weg. En daar maken we van die K, de knullige Nederlandse voetbalbond.